Nou, naar aanleiding van de vorige uitzending die we met Blue Earth Innovations hebben gedaan, met Frank Olaris en Lily Huizenveld, is er eigenlijk heel veel gebeurd hier in Maastricht, in deze fabriek, in dit bedrijfspand. En de reacties die zijn heel veel geweest en heel positief, dus dank jullie wel daarvoor. En er zijn ook best wel een aantal vragen gekomen over het hart van het bedrijf en het hart van alle producten eigenlijk. Dat is het vitaliseren van water. Want eigenlijk is dat de basis van alle producten van Blue Earth Innovations, het elixir. En dus het water, het hooggevitaliseerde, hooggeenergetiseerde water. En dat zit eigenlijk in heel veel dingen verwerkt. In het ei, in ook in de curcumine water en zelfs in de landbouwproducten, zeg maar. En er kwamen van jullie best wel een aantal vragen over het vitaliseren van water, hoe dat nou zit. Nou, en daar wil ik zelf ook wel eens even het fijne van weten. Dus fijn dat we hier weer bij jou kunnen zitten, Frank. Mm-hmm. Okay. Als je nou eens een algemeenheid zou moeten zeggen wat water vitaliseren is, wat zou je daar dan over zeggen? Ja, eigenlijk zegt het woord al. Het is vitaler maken. Wat is vitaal? Ja. Vitaliteit, hè, heeft te maken met levensenergie. Hè? Ja. Als iets heel vitaal is, heeft dat heel veel energie en levensenergie. Ja. En dus dat is een vrij eenvoudig uit te leggen dingetje. Ja. Maar dan heb je natuurlijk heel veel gradaties daarin. Ja. Want ja, wat is nou vitaal? Hoe meet je dat? Ja, precies. Ja. En dat is niet voor iedereen eigenlijk begrijpbaar. Nee. Dat zo zeggen. Hè? Er zijn heel veel mensen die zijn er al. Die zeggen, ja, tuurlijk moet je dat zo doen. Zo werkt dat. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, nou, daar snap ik helemaal geen bal van. Mm-hmm. Hè? Nou, dus je moet je even bedenken dat als je water uit de kraan krijgt, ja, hè, dan praten wij over de term dood water. Oké, okay, en waarom noem je dat dood water? Omdat de levensenergie is er werkelijk uit. Oké. Okay. Dus de vitaliteit is simpelweg niet meer. Nee. Ja? Nou, en dat komt eigenlijk doordat water gaat via pompstations, mm-hmm, hè, komt dat bij jou. Nou, en elke keer als water dus eigenlijk een hoek omgaat, dus echt in zo'n knik, zou ik zeggen, nou, mm-hmm, dat is niet goed, dat wil water liever niet. Oké. Okay. Dat wil liever zo. Oh ja, een bochtje. Een bochtje. Organische vorm. Het is dwangmatig, het is procesmatig. Ja. Weet je? Nou, dat vind je natuurlijk ook niet, daar zijn geen bochtjes. Nee. En als er een knik is, dan gaat dat meestal naar de knoppen. Want de druk van het water is zodanig, nou kijk maar naar een rivier. En die meandert in zijn originele vorm. Het gaat niet in een rechte lijn. Alleen kanalen. Water wil gewoon meanderen. Ja. Dat is gewoon een feit. Ja. Weet je? Dus een kanaal, ja, dat moet je graven, dat moet je betoneren, want anders gaat het toch meanderen. Ja. Dan gaat het buiten zijn oevers treden. Ja. Dus, ja. Oké. Okay. Dus dat is een beetje de hoofd. En hoe meet je dat dan bijvoorbeeld, dat het dood water is? Want je zegt van, nou, het is dood water hier en hierom. Mm-hmm. Maar ja, nou, kijk, daar is geen apparaat, mm-hmm, wat dat kan meten. Mm-hmm. In de zin van, hè, een ding wat je in de hand kan houden of ergens op kan neer kan zetten met een probe. Niet zoals een stralingsapparaatje, dat je gewoon een knopje drukt dat je denkt van, nou, even zoveel hertz of zoveel. Ja, zo niet. Nee. Je kan wel met Korotkov apparatuur of dat soort soortgelijke apparaten kun je wel iets laten zien, maar niet in de zin van, kijk, zoveel duizend of zoveel tien of zoveel dat. Nee. De enige die dat kan, dat is een mens. Oké. Okay. Ja, want de mens zelf is eigenlijk een instrument. Mm-hmm. Ja, en is een heel fijn getuned instrument, als het ware. Want mm-hmm, wij kunnen bijvoorbeeld merken dat iemand bijvoorbeeld verliefd is. Ja. Of boos. Ja, zeker. Of geagiteerd. Of, zie. Dat soort dingetjes, hè? Ja hoor. Heb je ook geen apparaat voor, hè? Nee. Zo van een apparaat van, oh, die is heel erg verliefd. Ja. Nee, die is er niet. Nee. Nou, dus met andere woorden, onze sensoren zijn veel fijngevoeliger. Nou, en dan pak je een pendel. Hè? Het pendelen, dat is ook een heel interessant fenomeen. En, maar pendelen is op zich niet zo makkelijk. Mm-hmm. Nee.
Sommigen gaat dat heel makkelijk af. Ja. Maar het pendelen, dat is niet makkelijk, omdat wij, de mens, zit daartussen. Ja. Maar er zijn wel technieken te leren waarbij je dus dat kan uitschakelen. Mm-hmm. Ja? Maar ook daar, voor heel veel mensen wel, voor heel veel mensen niet. Ja? Dus je moet daar wel aandacht voor hebben. Ja. Nou hebben we iemand binnen onze kring, dat is Frank Silvis van Vortex Vitalis. Mm-hmm. En deze man kan dat als geen ander. Die is gewoon... De vitaliteit van water meten. Vitaliteit van whatever. Oké. Okay. Ik bedoel, eigenlijk wat hij doet, hij bevraagt het veld. Mm-hmm. Ja? Want kijk, om maar even weer te praten over die twee mensen die verliefd zijn. Yeah. Die stralen iets uit, die hebben een veld. Yeah. En dat veld straalt dat uit. Mm-hmm. En wij pikken dat op. Ja. Ja? Dus gewoon door gewoon al, je hoeft nog niet eens in de buurt te zijn. Je kan daar echt, kun je voelen. Ja, ja? Kun je echt voelen. Nou, en dus je praat eigenlijk, alles zendt een veld uit. En dat veld, dat is informatief. Dat is een informatief veld. Ja. Nou, en met een pendel kun je dat veld kun je dus bemeten. Of eigenlijk het lichaam kan dat meten. Ja. En de uitslag zegt eigenlijk van waar zit het? Ja. Of hoeveel is het? En meet je zo ook bijvoorbeeld een bovenswaarde met een pendel? Ja, ja, ze noemen het een bovenswaarde. En kun je, wordt er bijvoorbeeld ook Kirlian-fotografie toegepast? Hè, waarbij aura's bijvoorbeeld gemeten worden? Ja, dat is een andere technologie natuurlijk. Precies. Ja. Maar het heeft ook weer te maken met een informatieveld, altijd. Hè? Dus met de waarnemer? Ja, dus bijvoorbeeld als jij, je kan, er zijn mensen die dat kunnen, die dan jouw aura kunnen zien. Ja. Ja, dus nou, dan zie je dus dat veld. Ja. Wat een bepaalde kleur afgeeft. Ja. En informatie dus ook. Ja. Ja. Oké. Okay. Mm-hmm. En dus dat zie je dan eigenlijk over doodwater. En dan heb je een aantal methodieken voor hoe je dat dan meet en weet. Mm-hmm. En dan ga je het vitaliseren. En dat is de crux van jullie bedrijf. Ja. En dus dat is eigenlijk het kwantumfysisch proces, hoe je de natuur eigenlijk inzet in, technisch gezien, in producten, mm-hmm. Ten gunste van de aarde, de dieren, de planten en de mens. Ja. Ja. Iedereen die daar gebruik van mag maken. Dus wat is de crux daarin? Nou kijk, vitaliseren, het is een breed woord. Ja. Dus het is hetzelfde eigenlijk als van, daar staat een auto. Ja. Dan kun je mee rijden. Ja. Ja, leuk. Ja. Maar hoe kom ik aan? Ja. Ja. Ik bedoel, het heeft een stuur, het heeft vier wielen. Maar ja, je kan in een Porsche rijden, je kan in een Fiat 500 rijden. En het is toch een heel andere beleving, zou ik zeggen. Ja, en met een zonder rem of met een zonder stuur. Ja. Vitaliseren is dus eigenlijk hetzelfde. Dus van links naar rechts, er zit alles tussen. Ja. Ja? Nou, dus dan is het van de mate van vitaliseren. Dus de bovenswaarde bijvoorbeeld is daarin ook weer belangrijk. Hè? Ja. Maar dat zegt eigenlijk, dus als je een bovenswaarde hebt, bijvoorbeeld, stel voor je hebt een bovenswaarde van 10.000, mm-hmm. Nou, dan heb je een positieve bovenswaarde, heb je een goede, sorry, ik moet het anders zeggen, je hebt een goede, hoge bovenswaarde, ja. Maar zegt dat alles over de kwaliteit? Want iets kan ook heel hoog in energie zitten, ja. Maar toch heel negatief zijn. Omdat het bijvoorbeeld nog een chemische belasting kent. Bijvoorbeeld. Hmm. Ja? Of een intentie die niet helemaal lekker is. Oh, ja. Ja? Dus als ik een intentie heb van helemaal geld of macht of druk of jaloezie of weet ik veel, dan uitzicht dat direct eigenlijk in een ander cijfer. Maar niet in de bovenswaarde. Bovenswaarde is dan gewoon een energetische waarde van waar zit je ongeveer, energetisch gezien. Hmm. Ja? Maar daarvoor hebben we dus eigenlijk zo'n sheet. Dat kan ik je laten zien. Dus dat wordt dan zichtbaar op de computer. Ja. En dan gaan we even kijken. We hebben hier zo'n bovenswaarde. Even kijken, dat is deze dus, inderdaad. Nou, dan zie je hier dus dat dit is dan de bovenswaarde. Die moet dus eigenlijk groter zijn of gelijk aan dan 20.000. Mm-hmm. Dat is wenselijk. Hè, ja. De positiviteit, die moet meer zijn dan 9 of gelijk zijn dan 9. Hm. Ja? Dat is een andere verdeling, een andere schaalverdeling. Dus 1 tot 10. Oké. Okay, ja? Ja. De intentie van de maker, dat is ook weer van 1 tot 10 en moet hoger zijn dan 9. Ja. Dan het kiemkracht. Dus ja, als je het kiemetje hebt. Kiemkracht van het water. Ja. Dus dan heb je het kiemetje, het zaadje. Mm-hmm. Hoeveel profijt heeft hij ervan, van die levenskracht van water?
Mm-hmm. Dat is ook een heel interessant. Dan hebben we de negatieve aanwezigheid, of de aanwezigheid van negatieve informatie. Die is ongelooflijk belangrijk. Ja. En dan die moet minder zijn als 1. Ja, en ja. Dan de aanwezigheid van elektrosmog in water. Dus elektromagnetische belasting. Dus ja. Die is er ook al. Dus dat impliceert dat als er water is die gedurende lange tijd onder een hoge dosis straling is geweest. En die haal je daaraan weg, dat die straling dan nog steeds inzichtbaar is. Ja, maar dat hoeft nog niet zo lang te zijn. Oké. Okay. Dat kan in een seconde zijn. Hoor. Hm. Plaats jij je water maar eens in je magnetron? Mm-hmm. Nou, niet doen. Niet drinken. Nee. Dat geldt ook voor eten. Niet ja. Doen. Magnetron kun je beter voor andere dingen gebruiken. Ja. Behalve eten. Ja, dat is dan ook wel weer mooi te zien in die foto, zeg maar. Wat ook het werk van Masuro Emoto is natuurlijk. Mm-hmm. En daar is ook iets zichtbaar natuurlijk in de structuur van het water. Ja. En ik neem aan dat als je water vitaliseert, of dat je het in een magnetron stopt, dat die twee foto's er ook heel anders uitzien. Ja, absoluut. Ja. Nou, we hebben dan hier zo'n vergelijkbaar iets. Hè? Dus hier zie je dat in de praktijk. Dus de parameters, nou, dan zie je hier dus grondwater na ontijzering, Mierlo. Leidingwater, dat is drinkwaterbedrijf. En dan zie je naar ons systeem. Dus we hebben dus 3 metingen gedaan. Dus de eerste is 8100, de tweede is 19.000 en jullie systeem is 144.000 qua bovis. Ja. Ja, maar ik moet wel even een kanttekening plaatsen, we zitten nu op 200.000. Oké. Okay. Ja, dus ons systeem gaat steeds hoger worden. Ook dus de oudste vitalisator, ja, die we als eerste geplaatst hebben, ja, was eerst, had een bovenswaarde van rond de 37.000, ja, en zit nu op de 200.000. Zo. Ja? Dus ja. Elke vitalisator die hier de deur uit gaat, zit dus inderdaad op die hoogte. Gaaf. Ja. En nog even, want dat valt mij dan ook op, dat leidingwater is dan 19.150. Ja. En dat zit toch dicht aan tegen een soort minimumwaarde van de bovenswaarde. Ja, klopt, ja. Dus dat is best wel aardig nog. Ja, huh? Ja, deze viel mij ook mee. Ik denk, goh, dat is de goh. Ja. Niet verwacht. Nee, inderdaad. Dat valt mij ook op, inderdaad. Ja, niet verwacht. Nee. Nou, maar je ziet dus duidelijk, hè, de positiviteit is 7, nou, bijna 9 en hier altijd een 10. Oh, ja. De intentie van de maker is ook belangrijk, nou, hè, is 8,75, deze is net onvoldoende, weer een 10. Dat is ook nog best wel hoog, hè, voor gewoon intentiekracht van het water, van de makers, mm-hmm, bij grondwater en bij leidingwater, toch nog beide ook tegen de 9 aan. Ja, ja. Ja, ja, bijzonder. Ja, ja, inderdaad. Ja. Maar dan gaan we even iets verder kijken. Dan zien we dus elektromagnetische belasting. Ja. 1,7. Nou, die zit er net boven. Maar ja, dat kun je beter niet drinken. Dat is gewoon geen drinkwater. Dus dat is een 4,1. Ja. En het moet onder de 1 zijn. En ja, jullie zitten dan op 0,30. Ja. Zo. Ja. Ja. Dus 0,30. Dan heb je de negatieve informatie. 1,14. 3,4. Niet doen. 0,28. Dus eigenlijk, ja, het is gewoon, dus negativiteit is te verwaarlozen. Ja. Dan heb je de drinkbaarheid hebben we gemeten. Nou, hier zitten we dus eigenlijk bijna aan de 10. Ja. Dus dat is ook heel positief. Ja, en dan zet je de coherentie, de stabiliteit van dat water. Want dat is het. Kijk, als je dat water namelijk gevitaliseerd hebt en deze waardes komen eruit, hoe lang blijft dat water dan eigenlijk goed? Ja. Want water gaat toch eigenlijk weer altijd naar een staat van zijn omgeving. En water is een bandrecorder, hè? Dus water pakt altijd de informatie van de buurt, pakt hij altijd op. Okay. Daarom kan ik zelf water ook vitaliseren, hoef ik eigenlijk geen vitalisator te hebben. Ik kan met mijn positieve kracht, ja, met mijn intentie, ja, kan ik dat water vitaliseren. Ja. Ja? Het is alleen lastig met douchen. Nou, en je moet het ook wel echt doen. Ja. Je moet wel echt voelen. Dus het is handig om daar een apparaat voor neer te zetten. Ja. Dus dat is eigenlijk alles. Ja. Nou ja, en dit is dan zo'n apparaat. Dat is specifiek bedoeld om water dus te vitaliseren. Ja. En dit is hoe die eigenlijk werkt. Dus dan heb je een water komt dan hier naar binnen. Aan de onderkant komt hij binnen. Aan de onderkant komt hij binnen, ja. Okay, ja. Dan draait hij linksom. Oh ja. Ja, zoals je kunt zien, hè, eigenlijk, hè, draait hij linksom. Ja, ja, ja. Dan maakt hij een lemmeskaatbeweging. Oh. En dan draait hij rechtsom. Goh. Nou, dat is een belangrijke les, want dit is een van die universele wetmatigheden, mm-hmm, die we mogen leren.
En dat is namelijk dat linksom draaien is informatie eruit halen, uit water halen. En rechtsom draaien is informatie inzetten. Mm-hmm. Ja? Maar welke informatie zet je in? Ja. Die is belangrijk. Ja. Wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Ja. Nou, dus je kunt je voorstellen dat als je dan een vitalisator hebt waar dus gebruik gemaakt wordt met bijvoorbeeld kristallen, wat heel veel dingen hebben. Ja. Die kristallen die vervuilen ook. Ja, en die worden minder in kracht ook. Exact. Ja. En daarom kan het zijn dat de meeste watervitalisators die gaan minder worden ja. in kracht en in intentie. Ja, dat hoorde ik onder andere bij Twents, een heel groot afvalverwerkingsbedrijf in Twente. Mm-hmm. Die hadden initieel een vitalizer van Grander geïnstalleerd. Ja. Dus dat is een met gevitaliseerd water uit een bron in Oostenrijk, meen ik. Mm-hmm. En die nam in 4 jaar tijd zoveel in kracht af dat ze moesten vervangen. Ja, klopt. Wij hebben ook diverse vitalisators moeten wij vervangen. Dus dan komen we bij een situatie en dan zetten wij de vitalisator ertussen en dan hangt er een vitalisator, die moeten we dan afnemen. En een vitalisator van een ander merk. Ja, ja precies. Ja. Ja. Nou deze, ik wil niet zeggen dat hij het eeuwige leven heeft, maar het is wel zo dat hij neemt een kracht toe in de afgelopen jaren. Dus in de afgelopen 8 jaar is hij dus eigenlijk zo toegenomen. En dat heeft eigenlijk te maken met een heel interessant fenomeen. Mm-hmm. En dat noemen we entanglement. Ah ja, quantum entanglement. Quantumfysica, ja. Entanglement. Entanglement wil zeggen dus eigenlijk dat alles is verbonden met elkaar. Ja. Eigenlijk dingen kunnen verbonden zijn met elkaar dermate dat ze dus eigenlijk niet meer losgemaakt kunnen worden. Ja. Ja? En nou, dat hebben ze dus gedaan met een stofje, dus met een, ik geloof een proton was dat. Die deel je dan door 2. En de ene stopje, die zet je in China, de andere zet je in Nederland. Ja. En dat draai je aan in China. En dan draait die ook, ja. Maar dan sneller dan het licht. Ja, dat klopt. Ja. Dus die zijn verbonden met elkaar. Ja, ja? Nou. Instant. Die overschrijven natuurkundige wetten. Ja. Nou, dat fenomeen kennen we ook met één eigen tweelingen. Oh ja. Dat als er iets is met de ene. Dat ja, dat is waar. Van, ja. Ik moet je even bellen, want volgens mij klopt er iets niet. Ja, ja. Daar is ja. iets aan de hand. Ja, die zijn ook echt goed verbonden. Ja. Ja, die zijn verbonden met elkaar. Ja, dat is ook ja, logisch. Ja. Nou, dit is ook, want het water wat wij hier informeren, komt allemaal uit eenzelfde apparaat, het eenzelfde systeem, en is verbonden met elkaar. Maar dat water, dat hebben we zodanig geïnformeerd, dat het zo vol is van die informatie, dat het niet meer andere informatie opneemt. Dat is interessant. Ja? Ja, dat is een fenomeen, daar zijn wij gewoon achtergekomen door toeval eigenlijk. Want we hebben dat water gestuurd naar een laboratorium in Tel Aviv. Okay. En de man daar, de professor daar, die had apparatuur ontwikkeld om te kijken hoe krachtig is informatie in water. Dat is bijzonder. Ja, dus, je kunt het vergelijken met bijvoorbeeld als ik beton maak en ik zet dat onder druk, dan op een gegeven moment breekt die en dan weet ik, oké, zo sterk is het beton. Ja. Nou, zo had hij dus apparatuur. Hij zet daar dus een toon op, hij deed dat met geluidsfrequenties en hij kon dat water dus eigenlijk stuk maken. Maar hij kon ook meten wanneer die informatie dan eigenlijk stuk was. Nou, hij kreeg dat niet voor elkaar. Met dit gevitaliseerd water. Hij kreeg bijzonder. Het niet voor elkaar. We hebben gewoon een fles naar hem toegestuurd, een fles elixir. Ja. En het grappige ervan was, hij zei wel daarbij van, stuur mij nooit meer een fles water van jullie. Ik wil nooit meer een fles water van jullie. Wat? Nou, het punt is namelijk dat de man heeft een waterlaboratorium. Ja. Dus er staan allemaal monsters van water. Oh ja, 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 ja. Oké, I get you. Die fles komt binnen. Ja. En al het water verandert. Nou, veranderde. Ja, 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 ja. Dus hij had geen monsters meer. Godverdomme. Hij kon helemaal opnieuw beginnen. Oh my god. Dat vond hij niet prettig. Nee, dat snap ik wel. Hij meette de andere dingen onder je. Dat is ook al veranderd. Echt bijzonder hoor. Dus zo krachtig is dat water. Ja. Dan heb je dus een vitalisator die eigenlijk, ja, die kun je aan je kleinkinderen geven. En die misschien ook aan een kleinkind. Ja. En hoe meer vitalisators ik bouw, hoe hoger die energie stroomt. Ja. Dus ja. Kun je iets vertellen over, hè, want je zegt het inbrengen van informatie in water. En die man die kon het er dan niet uitkrijgen. Dat is ook heel indrukwekkend. Maar kun je iets zeggen over hoe je dan water informeert? Of kun of wil je daar iets over zeggen? Natuurlijk. Kijk, je kunt het op verschillende manieren doen. Ja. Je kan het zelf doen natuurlijk. Hè? Ja. Maar je kan ook bijvoorbeeld stoffen erin doen bijvoorbeeld. Dat is ook eigenlijk informatie. Hè? Ja, een kristal of een intentie. Of een. Ja, inderdaad. Dus er zijn duizenden en één mogelijkheden. Dus dat is geen restrictie. Er zijn ook heel veel
interessante apparaatjes. Er zijn er bijvoorbeeld een soort van pen, dat doe je dan roeren en dan heb je het ook gevitaliseerd. Ja, zeker. Maar ik kan ook bijvoorbeeld zeggen van, voordat ik water ga drinken, oh wat ben jij mooi water. Ik hou van je. Ja, zeker. En dat voelen. Ja, precies. Maar kennelijk heb jij toch iets gevonden om een structurele, wetenschappelijk meetbare kwaliteit daarin aan te brengen. En niet alleen wetenschappelijk meetbaar, want ik ken al jaren het principe van water vitaliseren in de zin van dat ik weet dat er mensen mee bezig zijn en dat ze bestaan. Ik heb daar ook al wel eerder programma's over gemaakt. En wat ik hoor zeggen, zeg maar, is van ja, dat is allemaal leuk en aardig en dat is allemaal hartstikke goed en fijn en daar kunnen we ook echt wel wat van voelen en proeven. Maar dat water wat hier vandaan komt, ja, dat is echt andere koek. Dat is echt, daar voel je gewoon kracht. Ja, nou. En dus kennelijk ben jij in staat om op zo'n manier het water te informeren dat het wetenschappelijk zichtbaar is en dat hooggevoelige mensen dat herkennen als bijzonder krachtig. Ja. Ja, kun je daar iets van vertellen? Want waarom is dat? Nou, het is zo dat, kijk, allereerst is het zo dat water is een spiegel. Mm-hmm. En het zal altijd de waarheid spreken. Mm-hmm. Dus als jij een intentie hebt die niet helemaal lekker is, zou ik maar zeggen. Ja. Dan ga je dat helaas terugzien in de metingen. Tja. En dat is duidelijk. Dus als je gewoon water vitaliseert om geld te verdienen, waar op zich niks mis mee is. Nee, maar maar het is geen hele hoge intentie. Nee, maar er kan ook een intentie zitten van dat je gewoon puur daarop gefocust bent. Ja. En dat kun je niet voor de gek houden. Nee. Dat is een intentie, dat is van jou. Dat is jouw energie ding wat je uitstraalt. Ja. En die liegt niet. Nee, en het water pakt het gewoon feilloos op en laat dat zien. Ja. Dus mag ik wel zeggen dat we in de mooie omstandigheid zijn. Dat we zijn zoals we zijn. Ja. En dat we het ook menen. Dat we echt iets in kunnen leggen. Weet je? Ik denk onder andere te zien dan aan en dat jullie gewoon een miljoenendeal met Schiphol voorbij hebben laten gaan. Omdat zij niet bereid waren om een heel klein beetje goed te doen aan de rest van de aarde. Ja, exact. En, dat vind ik jammer. Dat is, Nee, goed, maar dat is natuurlijk dat onderdeel van de intentiekracht. Ja, dat klopt. Daar kun je wel niet mee samenwerken. Nee. Je kunt ze wel iets verkopen dat ze dat mogen gebruiken. Ja. Graag zelfs. Ja. Maar in dit geval betreft het een samenwerking of een beoogde samenwerking. Ja. Ja, en die kon niet doorgaan. Nee. Inderdaad, vanwege dat feit. Nou, dan hebben we nog een bijzonder aspect gelijk even te pakken. Want in het traject wat jullie met Schiphol zijn begonnen om te kijken of jullie met elkaar konden samenwerken, hebben zij zeer ernstig vervuild PFOS-water aangeleverd. Wat na laboratorische labtech, syntech onderzoek blijkt dat jullie de Forever Chemical PFOS, in dit geval, PFOS-en, mm-hmm, 100% uit hebben kunnen halen. Ja. Je moet even begrijpen, we hebben verschillende methodieken toegepast. Oké. Okay. Ja, niet alleen één methodiek. Oké, okay, dus dat in deze test van Syntech. In de diverse testen die we hebben gedaan. Oké. Okay. Ja, we hebben niet één test gedaan, want we gaan nooit over één nacht ijs. Nee. Dat zijn echt testen. We hebben er goed, ik denk 8-9 maanden aan gewerkt samen. Dus we hebben best wel een hele rit uitgezet. Ja. Dus bijvoorbeeld, we hebben dus grondwater hebben we dus aangeleverd gekregen, ja, maar ook van andere partijen. Ja, okay. Dus niet alleen Schiphol, okay, ook van luchthaven Soestdijk, de militaire luchthaven Soestdijk. Grond aangeleverd gekregen van Schiphol. Ja, dus we hebben bijvoorbeeld die grond gewassen met ons elixirwater. Daarna hebben we dus de grond eruit gehaald. Ja, dat kun je op een hele eenvoudige manier doen. En dan heb je dus de PFAS'en zitten dan in dat water. Ja. Nou, en dat ga je dan behandelen. Nou, en dat krijgen we dus helemaal 100% eruit. Zo, ja. Dat is een iets andere methode als deze. Dus ik moet wel zeggen dat het verschil is, ja, dat dit is één systeem voor thuis. En dan gaat het water één keer doorheen. Ja. Dat is logisch, hè, want het water kan maar één keer doorheen. En ja, dan komt het uit de kraan naar buiten. Ja. En wat wij nu hebben gedaan is een soortgelijk systeem genomen. Ja. Het is dezelfde technologie, maar daar hebben we vaker doorheen laten gaan. Ja. We gaan het water behandelen voor een bepaalde periode. Ja.
Dat zijn uren. Ja. Ja? Dan maak je een batch. Ja. Nou, en op die methodiek, dat is het maken van batches met water, ja, daar krijgen we dus inderdaad PFOS, medicijnresten, alles wat chemie is, ja, het maakt niet uit wat het is en hoe het naampje genoemd is, krijgen we allemaal eruit. Dat is ongelooflijk, ja, indrukwekkend. En dat is ook de reden waarom wij dus nu, ja, in dat hele feestje worden meegenomen bij waterschappen, bij Rijkswaterstaat en dingen, omdat we bewijzen hebben dat we dit niet alleen één keer doen. Nee, we doen het al 8 jaar, ja, iedere dag opnieuw, want we bouwen waterzuiveringsinstallaties. Ja. Die bouwen we, ja, groot en klein. Ja. Ja? En dus we hebben echt iets bewezen, als zijnde wetenschappelijk erkend. Ja. Het is zo. Ja. Hè? Daar kun je gewoon niet meer omheen. Nee. Nou, en dat is een verschil. Ja, zeker. Hè? Want als je zegt van, oké, ik krijg bijvoorbeeld 90% van negatieve informatie eruit, maar het stofje zit er nog in. Maar ik heb er geen last meer van, dat is leuk. Maar dan zegt de wetenschapper, ja, maar dat is een leuk verhaal, maar ik kan het stofje nog steeds meten. Precies. En dus is het voor die wetenschapper, het zit er nog steeds in. Ja. Het doet nog steeds een kwaad. Ja, ja, en dat is ook zo natuurlijk. Nee, want dat is het verschil namelijk. Dat, nee, nee, als het nog 10% zou hebben, zeg maar, nee, dan doet het. Nee. Nee, maar het heeft geen 10%, het heeft 0. Nee, wacht even. Oké, okay, dat is interessant. Dus het is zo, dus als je, dan moet ik even anders vertellen. Materie. Ja. Materie is per definitie software. Het energie. Het is informatie. Ja. Het is informatie. Ja. Materie manifesteert zich iedere duizendste nanoseconde opnieuw. Ja. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld naar een laptop kijkt, naar een beeldscherm van een, hè, ja, dan zie jij dus één beeld. Ja. Pak je een camera en je richt die erop, dan zie je dat het beeld aan en uit gaat. Ja. Ja? Klopt. Oké. Deze realiteit werkt exact hetzelfde zo. Mm-hmm. Die gaat iedere duizendste nanoseconde aan, uit, aan, uit. Met andere woorden, die software, die informatie, ja, die manifesteert zich iedere duizendste van een nanoseconde weer. Mm-hmm. Ja? Gaat razendsnel, kun je, ja, je eigenlijk niet voorstellen. Nee. Ja? Nou, moet je even bedenken, dus nog gaat die informatie die gaat hier doorheen. Ja. En die is 90% van zijn informatie kwijt. Ja. Nou, wat gebeurt er nou als jij op diezelfde laptop een spelletje hebt draaien en dan haal je 90% van de software haal je weg? Ja, dan denk je dat dat spelletje nog functioneert? Nul. Nee, natuurlijk niet. Nee. Het spelletje kan helemaal niet meer functioneren. Nee. Oh, dat is interessant. Want wij zijn kwantumfysische systemen. Ja. Kwantumfysische systeem. En dat betekent dus dat wij kunnen niks met dat stofje. Mm-hmm. Nee. Het is gewoon een stofje. Ja. Maar wat doet dat stofje? Ja, het is de informatie van het stofje wat, ja, dat doet. Precies. En ons kwantumfysisch systeem, die ziet dat. Die ziet die informatie binnenkomen en die zegt, oh, nou, jij neemt dat vrijwillig in. Dus ik moet daar iets mee gaan doen. Mm-hmm. Ja, ik ga dat verwerken, die informatie. En die informatie is helemaal niet prettig. Nee. Nee, want er gebeuren allemaal nare dingen, ja, die je niet wil. Nee. Maar ja, zegt hij, dat moet je niet doen. Nee. Dus, hè? Of je moet je ervan bewust zijn, en dat is ook een hele sterke, je moet je ervan bewust zijn, dat jou dat niks gaat doen. Mm-hmm. Ja? Ja. Er zijn mensen die slangengif kunnen drinken. Precies. En er gebeurt niks, hè? Precies. Nou, dat is dat punt. Dat is, ja, dat fenomeen. Die zijn zo ervan overtuigd, ja, dat zit in het bewustzijn, ja, en dan gebeurt het ook niet. Dus jij zegt eigenlijk, de analogie is dan dat dat water zo bewust is dat hij dat... Nee, het water is niet bewust. Het is dat het stofje, het chemische stofje, is cruciale informatie kwijtgeraakt. Ja. In deze beweging. Wat het water doet. In de linksombeweging. Ja. Ja. Is hij dat kwijtgeraakt. En dus, mijn kwantumfysisch systeem zegt, ja, sorry, maar ik kan niks doen met het stofje. Ik weet niet wat het is. Nee. Geen idee. Ik mis informatie. Ja. Hetzelfde met een barcode die niet klopt. Nou, je kan het heel vaak op een beeldschermpje, maar er gebeurt helemaal niks. Nee. En zegt de kassa, kan er niks mee. Dus ook de meetsystemen van deze wereld, in wat PFOS'en of iets dergelijks zouden moeten zijn, mm-hmm, die meten dat dus dan ook niet meer? Nee, die meten dat wel nog, want er zit nog 10% erin. Ah, oké. Okay. 10% van die stof is nog werkzaam, dus je kan het nog steeds meten. Ah ja. Ja? Maar ja, wat meet ik? Ik meet dan dat stofje. Ja. Maar ik meet niet de toestand van het stofje. Nee. Maar mijn kwantumfysisch systeem kan dat wel. Maar je had toch tests
Waarbij het niet 90% eruit was, maar 100%. Dat zeg ik. Dus ja. Dit is het verschil. Ja. Dus deze is voor thuis. Ja. Daar gaat het water één keer doorheen. Ja. Ik haal 90% van de negatieve informatie weg. Ja. En 10% zit er nog steeds in. Ja. Maar die 10% is eigenlijk... Ja, het kan niet meer veel doen. Nee, precies. Of doet helemaal niks meer. Nee. Mijn kwantumfysisch systeem zegt, nou, kan ik niks mee. Nee. Maar als ik het water ga behandelen... Ja. Dan krijg ik die laatste 10% ook weg. Ja. En dan kan ik het niet meer meten. Precies. Nou, en aangezien wij in de gelegenheid zijn gekomen om dat inderdaad te kunnen doen. Ja. Kun je nu zeggen, ja, het werkt, want we hebben bewijs. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld door de metingen van Frank Silvers weten we nu precies hoe dat werkt. Hmm. Kijk, want je moet je bedenken dat Frank krijgt water aangeboden. Ja. Ja, nou, dat is dan bijvoorbeeld door ons systeem heen gegaan, door de Pure Blue Mini bijvoorbeeld, ja. Wat nu binnenkort op de markt komt. En dat is zo'n systeem wat meerdere keren dat doet en dan heb je een badge. Dan heb je een badge met water gemaakt, een kleine badge met water, maar supergoed. En dat water stuur ik naar Frank Silvers. Mm-hmm. Maar ik stuur hetzelfde monster stuur ik naar een laboratorium. Mm-hmm. Die twee kennen elkaar niet. Nee. Ja? Ja. Die hebben geen idee. Nee. Nou, ik krijg hier te horen... Ja, inderdaad, medicijnresten zijn eruit. Ja. En Frank Silvers zegt, ja, daar is geen negatieve informatie meer. Ah ja. Goed. Ja. Ja. Heb ik hem dubbel blind. Ja, zeker. Toch? Ja. Want ze kennen elkaar niet. Klopt. Zij zijn de blinden. Ja. Maar ik heb hem wel dubbel gemeten. Ja. Nou, doe dat eens tientallen keren. Ja. Dat is toch wetenschap? Dat niet? Is echt wetenschap, zeker. Dat dacht ik wel. Ja. Nou, misschien vinden de wetenschappers dat niet prettig. Nee. Maar wetenschap is wetenschap, weet je? Zo is het, zo is het. Ja. Dus nou, het is heel gaaf om met jou ook de boer op te gaan, zeg maar, om te kijken hoe breed dit ingezet kan worden eigenlijk. En daar gaan we, daar komt nog wel info over. Ja. Maar het is nu natuurlijk ook interessant om te weten wat je eigenlijk zou moeten willen of hebben als consument. En ook wat het kost natuurlijk. Mm-hmm. Want deze die plaats je dan in een huis. Mm-hmm. En wat ik laatst van iemand hoorde die ik ergens tegenkwam. En die ook die uitzending had gezien. En die zei van nou, ik heb ooit gedoucht bij iemand die een Blue Earth Innovations water vitalizer in zijn huis had geïnstalleerd. Mm-hmm. En ik vond douchen altijd al best wel lekker. Maar dat was niets vergeleken bij de ervaring die ik had toen ik daar ging douchen. Ja. He, want toen had ik eigenlijk pas door hoe belast dat andere water was. Terwijl ik dat eigenlijk al lekker vond. Ja. Maar nu heb ik de ervaring wat het is om echt met onbelast water, waar dan kennelijk nog 10% in zit. Maar dat was al zo fantastisch. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel heel bijzonder om te horen. Nou. Want je hebt een aantal gradaties, dus je kunt bij jou dat levenselixer kopen, of dat elixerwater. Mm-hmm. En je kunt deze in je huis installeren. Mm-hmm. En dan heb je dus 90% en je hebt ook 100%, dat is nou de Pure Blue Mini. Mm-hmm. Misschien kun je ons een beetje meenemen in van goh, wat je wanneer zou kunnen gebruiken en ook wat dingen kosten. Je kunt ze ook combineren. Ja. Want dat is ook weer zo'n interessant dingetje. Deze kun je dus bijvoorbeeld gebruiken voor het hele huis. Dat je lekker kan douchen. Dat je apparaten ook weer kalkvrij blijven bijvoorbeeld. Dat is ook nog een heel interessant dingetje. Dat je de planten ermee water geeft. Ja, precies. En de mini. Die kan er daarbij, hè, zou ik maar zeggen. En die kun je gebruiken voor je drinkwater en voor te koken. Ja. Dan heb je eigenlijk het hele gebied heb je gedekt. Ja. Ja? Maar ik wil nog even terugkomen erop. Want het is leuk dat je dat zegt. Vorige week was ik bij mensen geweest, moest ik een vitalisator installeren. Zo doe ik dat zelf nog. En dat was zo leuk, want die mensen die kwamen uit een situatie waar dus zo'n vitalisator hong. Die hing daar. Ja, precies. Ja. Van een ander merk. Nee, van ons. Oh, jullie. Ja. En die hadden zoiets van, ja, dit is gewoon, die hadden zoiets van, ja. Nou, die hadden dus huis gekocht. ja, je voelt hem wel. Ja. En die hadden zoiets van, het eerste wat ik ga kopen is een vitalisator. Ah, ja. En inderdaad, ze waren aan het verhuizen. Ja. En ze hadden zoiets van, ik wil eerst die vitalisator hebben en dan ga ik pas in het huis zitten. Ja, prachtig. Die vond ik zo leuk. Ja, dat snap ik, ja. Maar dan zie je dus eigenlijk van, dat zelfs mensen nemen mee, hè. Mm-hmm.
Dus dan gaan ze op vakantie en nemen ze mee, hè? Oh ja, dus dan laten ze hem demonteren? Nee, nou nee, dat doen ze zelf natuurlijk. Hè. Dus, want je kunt hem heel makkelijk eruit schroeven. Oké. Okay. Nou goed, dat heeft mij weer op het idee gebracht dat ik misschien een travel version neem. Ja. Zoiets. Goed, dat staat toch niet stil. Maar goed, nee. Kom nog een keer voor campers, weet je, dat soort dingen. Ja. Maar dan zie je dus eigenlijk wat voor impact dat heeft op mensen. Ja. Dus iets hebben van, ja, dat water neem ik overal mee. Ja. Weet je wel? En als ze ergens op vakantie zijn, dan drinken ze geen water meer. Ja. Ja, hoe wil je het hebben? Ik bedoel, dat had ik nooit verwacht. Nee, dat snap ik wel. Goed, maar zo is het. En als je hem wil hebben, wat kost zo eentje die hier staat? Deze 2783 euro. Inclusief BTW. Exclusief plaatsing natuurlijk. Want ja, dat weet je natuurlijk van tevoren nooit. Precies. En ja, en via jouw site is het natuurlijk iets voordeliger. Dus, Ja. Met de code EARTH-MATTERS 5% korting. Nou, dat zou zeggen. Hè? Doen. Ja. Toch? Ja. Maar ja, ik heb, luister, de meest wonderlijke verhalen komen aan bod. En dat kun je niet verzinnen. Nee. We hebben een keer meegemaakt, er was een man. Die was bij zijn, dus zijn vader was bij zijn zoon. En die zoon die kreeg zo'n vitalisator. Mm-hmm. Geïnstalleerd. En die vader die had zoiets van, nou, je hebt je laten been nemen, joh. Dat is allemaal flauwekul. Ja. Shit, weet je wel. Ja, ja, ja. Okay, nou. Dus op een gegeven moment, die vader die komt daar, ik weet niet, vanwege de kinderen in ieder geval. Nou, die gaat in bad daar. Ja? Die komt naar onder met tranen in zijn ogen. Ja? En zijn zoon zegt, wat is met jou aan de hand, joh? Ja, zegt hij. Het was net alsof ik in de baarmoeder lag. Zo nou. Ja. Hoe je hem hebben. Ja. Wauw. Nou, krijg ik nog kippen wel eens. Ja, ja, ik voel het, ja. Ja, echt wel. Ja. En dat soort dingen maken we mee. En we krijgen mensen die bellen op, gewoon om ons te bedanken. Ik denk van, welk bedrijf heeft dat, waar mensen gewoon bellen om te bedanken dat je er bent. Ja. Weet je? Ja. Ja. Dus, ja, het kan heel veel veranderen. En sommige mensen merken er ook niks van. Hè? Ze hebben gezegd, het is lekker water. Ja, ja, ja. Ja, ja, een beetje zacht. Dat is allemaal prima. Ja, zeker. En zo'n Pure Blue Mini, waarbij je dus dat water in batches doet, die heeft ongeveer de grootte van een koelkastmodel ongeveer. Ja. En hoeveel water kun je daar ongeveer per dag mee doen? En wat kost zo één? Het hangt van het programma af. Okay. Je kunt hem batches laten draaien van 6 uur, 12 uur, 18 uur en 24 uur. Dus elke keer met 6. En dan 6 uur. Elke keer wordt hij hoger geënergetiseerd eigenlijk. Ja, dus als je hem 24 uur laat draaien, dan is hij natuurlijk super hoog geënergetiseerd. Dan zit hij echt op een bovenwaarde van 1,5 miljoen. Zo. Dus dat is echt off the scale. Ja. Als mensen zich afvragen, kan ik dat water nog wel drinken? Geen probleem. Oké. Okay. Geen probleem. Ja. Maar het is wel zo, je zou er wel eens verslaafd aan kunnen raken. Ja. Want het is zo zacht en lekker. Ja. Dat zelfs, ik hoor van mensen van dat kinderen die nooit water dronken, die hangen nu aan de kraan. Hè? Zo, dat is wel fijn hoor. Ja, dat is echt wel een verandering. Ja. En als je zo'n ding zou willen aanschaffen, wat zou die kosten? Ja, dat is 7.500 euro. Is die ook al beschikbaar op de markt? Die gaat beschikbaar komen. We zijn nu met de laatste dingetjes bezig. Ja. We zijn nu, as we speak, in de fabriek, heb je gezien. Ja, heb ik gezien. Er staan de eerste 10 staan op een rijtje om gebouwd te worden. Gaaf hoor. Dus we maken ze per 10 stuk zometeen. Ja. Dat gaat dadelijk meer worden, want we gaan uitbreiden. Ja. Maar het is een prachtig product. Misschien kun je ook iets vertellen, want het is natuurlijk... Het is natuurlijk best een som geld, zowel deze als die Pure Blue Mini. Mm-hmm. Kun je iets zeggen over de totstandkoming van zo'n prijs? Of wat er dan in zit? Of... Ja joh, we zitten in Nederland, hè? Ja. Niet in China. Nee, dus dat is, arbeid is duur. Ja, dat is gewoon de uren die je hier, dat is gewoon zeer arbeidsintensief. Ja. Maar niet alleen dat, de producten die erin zitten, De pompjes en dat soort dingen, het zijn geen goedkope spulletjes. Nee. Het is niet van Amazon en van dingen dat je denkt van, nou ja, hè. Nee, er ligt eikenhout bovenop, echt een dikke laag. En ze allemaal RVS aan de buitenkant. Allemaal kwaliteitsdingen aan de binnenkant. Het is niet een mediamarkt koelkastje. Nee, nee, wat je koopt voor 300 euro. Nee. Het is echt een ander dingetje. Plus daarbij, we hebben hier de intentie gehad om terug te gaan eigenlijk naar de tijd waar ze een wasmachine maakten die 50 jaar meegaat. Precies.
Want dat is mijn doel. Ja. We hebben het allemaal over. Minder consumeren. Ja, ja, ja. Ja, ja. Van die economie, van die economie. Dat is het panacee voor planned obsolescence eigenlijk, hè? Ja. Dus voor geplande veroudering. Dit is geplande ouderdom in goede gezondheid en goed werkend. Duizenden mensen meer werken in de industrie om ervoor te zorgen dat dat pennetje net bij zoveel dingen afbreekt. Ja, 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 ja. Ja, echt wel. Ze weten bijvoorbeeld dat in tv's, als je een transistortje van 4 euro gebruikt, en dan gaat hij bijvoorbeeld 30, 40, 50 jaar mee. En als je een transistortje gebruikt van 75 cent, is het 3, 4 jaar. En ze gebruiken eentje van 50 cent. Maar hier wordt er eentje gebruikt van 15 euro. Ja. Precies. Dat is een groot deel van de prijs. Ja. Dat is gewoon echt de kwaliteit wat in het systeem zit. Ja. Het is ook nog allemaal van binnen is de reactor ook van RVS gemaakt. Dus het is ook ijzer wat zwaar natuurlijk. En ja. Daardoor, ja, hij is dus, echt een goed in. Ja. Hij is aan het gewicht. Ja. Het systeem is zodanig gemaakt dat alle onderdelen zijn vervangbaar. Oh, ja. Ja, dus niet van, oh, dat is kapot, ja, gooi het hele ding maar weg. Nee, alles is vervangbaar. Ah, ja. En je kunt er ook heel makkelijk bij. Wat ook makkelijk is, vind ik, je hebt het beeldscherm is aan de voorkant. En ja, natuurlijk, waar moet je hem anders zetten? Ja. Ja, stom. Het is aan de voorkant en dus een tiptoetsensysteem. Ja. En, maar als er bijvoorbeeld een probleem zich voordoet, ja, dan zegt hij niet bijvoorbeeld zo lullig zo van, ja, E9, zoek het maar op in het boekje. Of, ah, ja, of ga maar op internet, weet je wel. Flauwke. Dat zijn van die dingetjes waar ik dus zo'n hekel aan heb gekregen. Van die, van die fabrikanten instellingen. Van, ja, oh, nou moet je het boekje erbij pakken. Wat is E9? Dat is dan ook meestal heel erg slecht omschreven. Wat is het nou? Ja. Weet je wel? Ja, ja, ja. En waar zit dat dan? Ja. Nee, je ziet dus een flowdiagram, ja, waarbij je de onderdelen ziet en waarbij je heel duidelijk kunt zien, oké, dat is dit onderdeeltje is, ja, is stuk. Nou, en dan is het bijvoorbeeld, weet ik veel, een doorstroomsensortje van een tientje. Weet je, ja, dat kost ook bijna niks meer. Nee. Dat spul. Nee. Die pompjes wat we gebruiken, ja, die gaan, nou, ik denk 20, 30 jaar mee. Want dat heeft niks te leiden, joh. En nee, dat is zo'n goed spul. Ja, ja, ja. Dat is duur. Maar die kleine spulletjes die een paar eurotjes kosten, ja, die zijn heel makkelijk vervangbaar. Ja, zeker. En heeft het nog zin om hem te combineren met een andere manier van water schoonmaken? Dat je bijvoorbeeld zegt van, nou, je hebt allerlei methodes natuurlijk van, hoe noem je dat ook alweer? Het demineraliseren. Of hoe noem je dat? Wat is de andere naam daarvoor nog maar weer? Destilleren, inderdaad. Of omgekeerde osmose. Mm-hmm. Of ontkalken. Kijk, dat is nou juist het verschil wat we hebben. Ja, nee, graag. Wij doen dat dus op kwantumfysische wijze. Ja. Dat betekent dus dat alle chemie is weg. Ja. Geen reststoffen. Mm-hmm. Die zijn er niet. Nee. Dus er is geen filter zit erin. Er zit geen filter in. Nee. Dus je hebt geen, niks uit te wisselen. Geen giftig residu. Nee. Nee. En een filter moet je ook weer kopen. Ja. Ja, kost ook weer geld. Ja. Dus als je het gaat vergelijken, dan is dit apparaat voor de hele lange termijn. Ja. Ja. Maar je hebt dan geen verdere kosten. Nee. Dat is wel handig. Ja, zeker. Qua stroom. Oké, dat is één dingetje. Deze gebruikt geen stroom, toch? Nee, deze niet. Nee, nee, precies. Die wel. Ja. Maar dat is ook heel weinig. Ja, precies. Super weinig. Ja, ja, ja. Dan heb je de mineralen blijven gewoon erin zitten. Ja. Ja. En de magnesium en calcium, die vermeerderen zich. Dat is ook bijzonder. Ja, dus we hebben metingen dat we altijd vertienvoudigd hebben. Dus magnesium vertienvoudigt zich. Goh. En dan misschien ook nog even te noemen, want dat is iets waar jij mij ook op attent maakte. Want ik heb zelf wel ook en water gedemineraliseerd. En wat er dan in achterblijft, dan denk ik van ja, dat ziet er allemaal echt niet allemaal heel te gezellig uit. En ik dacht van nou, dat is wel fijn dat dat uit dat water is. En maar jij zegt van ja, dat zijn de mineralen en zo zien die eruit. En dus, ja, kijk, er is een trucje waar mensen dus heel erg ontvankelijk voor zijn. Dat is het trucje van die twee staafjes. Ja. Die zet je dan in het water. Pak je één distilleerd water, dan pak je één water uit de kraan waar alles in zit. Ja. Dan doe je die dingetjes in, electrolyzer. Ja. Dat gaat dan werken en op een gegeven moment wordt dit water bruin en dit water blijft helder. Ja. En dan zeggen ze, ja kijk, je ziet hier de rotzooi die dus eigenlijk, en hier zit er geen rotzooi in. Nou, bullshit, want de mineralen die zie je. Ja, precies. Ja, en die mineralen wil ik graag zien. Ja.
Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Nee. En dat is nou precies het punt. Want ze verkopen dan een omgekeerde osmoseapparaat. Ja. En wat doet een omgekeerde osmoseapparaat? Die haalt de mineralen eruit. Ja. Want mineralen zijn het grootste deel. Dat zijn de grootste stukjes. Kijk, en dat kun je zien bijvoorbeeld als je een laboratoriumrapport gaat kijken. Dan zie je dus bijvoorbeeld dat mineralen worden gewogen in milligrammen. Mm-hmm. Ja? Dan heb je dus chemische producten. Hè? Die worden vaak in microgrammen. Worden ja, dat is al 1000 keer zo weinig. En nanogrammen. Ja, dat is al 1 miljoen keer zo weinig. Exact. Ja. Waar zitten de PFAS en de medicijnresten? Wat denk je zelf? In de kleinere. In de kleine bereik. Ja. En die gaatjes in een filter... Die zijn te groot, waardoor die gewoon er doorheen gaan. Ja. Dus wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Ja. We zijn gewoon mineralen eruit aan het halen en dan denken we dat het schoon water is. Maar dit is het echt niet. Nee. Dus, en, fijn om te weten. Nou ja, goed, er zijn genoeg mensen die lopen weg met een Berkeley-filter en sowieso, maar prachtig. En ze hebben ook mooie resultaten. Maar ik kan je om een briefje zekeren dat als jij een filter gaat meten, dan meet je een filter die uit de fabriek komt. Glaaghagel of die nu is. En die zet je ertussen. Maar wat doet die na een maand? Ja, dan is je natuurlijk een beetje verzadigd. Ik kan je garanderen, ik weet dan iets van filters af. Nee. Die heeft niet dat resultaat meer. Nee, absoluut niet. Nee, weet helemaal niet hoe lang zit die filter erin. Wat doet hij eigenlijk nog? Doet hij het eigenlijk nog? Want je kunt het niet meten. Nee. Zo'n meting is gewoon duur. Ja. Om elke keer in het laboratorium te gaan. Ja. PFAS meten kost minimaal 2000 euro. Ja, ongelooflijk. Per meting, hè? Ja. Dus ja... Dan moet je een keer voormeten, je moet een keer nameten. Dus ben je al 4000 euro kwijt. Ja. Voor één PFAS-meting. Ja, dat ga je niet doen, hè? Nee, niet zomaar inderdaad. Nee. En, ja, en bij ons systeem, ja, dat is een garantie. Mooi hoor. Ja. Zou je verder nog iets kwijt willen over het vitaliseren van water? Dat je denkt dat er even toegevoegd moet worden nu? Ja, je kunt er zo ontzettend veel over vertellen, joh. Ik bedoel, kijk, wij doen het op deze manier, maar we doen het ook op deze manier. Dus er zijn mensen die kopen dus deze producten van ons. Ja. Dit is de Lumisa, gisteren was die in de nieuwsbrief. Ja, ik zag hem inderdaad. We zijn nu begonnen met de verkoop ervan. Ja. Want we hebben behoorlijk hard moeten werken om hem zo te krijgen zoals die nu is. Het was echt een heel werkje. En het is niet makkelijk om een ei zonder gedoe, om dat in een epoxy te krijgen. Nee, dat snap ik, ja. Nou. Hier en er zit ook een soort goud dingetje? Of een koper? Dat is gewoon om het gat dicht te maken. Oké. Ja, meer functie heeft hij niet. Nee, nou, het ziet er een mooi spiraaltje uit. Dus ik denk wellicht... Ja. Dus, maar goed, dus is het elixirwater in een ei. Ja. Ja, en dat zit hier ook in. Hè. Hier zit dus ook de elixirwater in een ei. Ja. En dat heb ik misschien nog niet gezegd, maar het is wel heel belangrijk om te benoemen. Want de vorm... In het universum is ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Dus als je hebt universele wetmatigheden. En natuur speelt altijd met vormen. Ja. Vormen is eigenlijk, informatie is een beweging. Mm-hmm. Het is high-tech eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Ja, zeker. Nou, en een ei is een heel bijzondere vorm, want al het leven komt uit een ei. En als ik eenmaal geboren ben, heb ik een aura en die is... In de vorm van een ei. Een ei. What do you know? Ja. Dus de eivorm is heel belangrijk voor alles wat leeft. Het is een beschermingsvorm. Ja. Voor alles wat leeft. Dat is een sterke vorm. Ja. Ja. En het ei, wat ik dan ook weer zo grappig vind, is het minst beschreven eigenlijk in alle literatuur. Hm. Ik kan het gewoon niet vinden. Goh. Bijzonder. Ja. Victor Schauberger heeft er wel mee gewerkt. Zeker. Ja. Ja. Maar dus het ei is enorm belangrijk. En dus op het moment dat ik dat elixirwater in dat ei doe, ja, krijg ik een enorm krachtig veld. En dat is gewoon wat het is. Ja. En dan gebeurt dit. En wat zijn bijvoorbeeld toepassingen met die twee? Want de ene heet... Lumisa. Lumisa. Dat is deze. Ja. En die andere heet... Lumila, dus doorzichtig. Ja. Lumisa. Ja. Dit is dus de Vita Earth. Ja. Die is eigenlijk bedoeld om in de grond te stoppen. Ja. En daar ook weer levenskracht aan toe te voegen aan de grond. Ja. Nou, en we hebben zoveel mails gehad van mensen die tuintjes hebben... Die zit even van, wauw, ik heb nog nooit zo'n grote bloemkolen gehad. En het explodeert. Ja. Maar ook het onkruid, hè. Dus dat... Oh, oké. Heel goed, hè. Let en, wel op. En boeren in de landbouw? Ja, absoluut. Ja, daar hebben we testen mee gedaan. Oké. Okay. Ja, we hebben echt uitvoerige testen gedaan. En kun je daar iets over vertellen? Ja, bijvoorbeeld bij aardappelen hebben we gemerkt dat er dus 30% meer opbrengst was. Zo, dat is veel. Dat is veel, ja. Zo. En ze konden in half september rooien.
Dus, minder tijd, meer opbrengst. Ja, en er was geen kleintje meer te zien. Hè? Dus alle aardappelen waren, dus de grote was meer dan, en dan moet ik even graven in mijn geheugen, 7 centimeter. En ik geloof dat je 5 in een bepaalde formatie per hectare moet doen. Ja. En wat ben je dan kwijt als boer als je dat wil, van een hectare? Als je 5 van die dingen doet? Iets van 500, 400 euro geloof ik. Zoiets. Want ja, als je die meer koopt, dan wordt die goedkoper. Ja, precies. Maar dan is dat is dus ten opzichte van minder bespreidingsmiddelen gebruiken en meer opbrengst, ja. Is dat dus eigenlijk een schijntje. Het is een schijntje. Ja. Maar ja. Ja. Maar ja, ja. Weet je, het is er zo, ja. Ja, zeker. Maar we hebben wel de rapporten, hè. We hebben wel heel goed gedaan ook. Echt, dus echt met een nulveldje. En we hebben dat gedaan zo, en die methode, en die methode. En dan heb je echt goede data. Ja? Ja. Wauw, indrukwekkend. Anders kun je het niet vergelijken. Dus. Nee. Dus ja, het is eigenlijk gewoon aan te raden om eens een keer te komen proeven. En op een van de lezingen die jullie in het land geven. Ja. Nou, wat we ook doen bijvoorbeeld als mensen echt interesse hebben. Ja. Dat ze een smaakproef willen. Oh, ja. En dan hebben ze zoiets van, ja, is dat, werkt dat voor mijn water ook? Ja, en dan, ik vind het een beetje lullig om te zeggen, nou, koop er maar eentje, weet je het. Ja. Dat is zo, nou, nee, dat kan je niet maken. Nee. Dus we hebben een mobiele unit. Ja. Die nemen we dan mee. En dan doen we het water door doorheen van wat daar uit de kraan komt. Ja. En dan, ja, kunnen mensen gewoon proeven. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik proef het niet. Nee. Ja, dan moet je het niet doen. Nee. En, maar dat is wel een eerlijke methode. Ja, zeker. En de vraag is ook of je het moet proeven om het te willen of niet te willen. Hè, als dat is je gewoon. De vraag. Nee, inderdaad, precies. Er zijn mensen genoeg die. Kijk, want dit product, dat verkoopt zichzelf. Dat is gewoon. Ja. We krijgen van mensen te horen van, ja, ik heb dit meegemaakt, dat meegemaakt, ik wil ook zo'n ding. En de buurman, en de zus, en de neef. En, ja, ja, prachtig. Zo gaat dat gewoon. Ja, mooi hoor. Ja? Ja. Dus. Ja. Overigens hebben wij ook afgesproken dat, want jullie zitten hier in Maastricht. En geven vaak ook in de omgeving, Zuid-Nederland, België, waar jullie wonen. Lezingen, maar we hebben ook afgesproken dat ze in het najaar, en ergens in november, december, een keer naar het noorden komen, naar Groningen. Ja. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus, ja, dan rijden wij een stukje. Ja, inderdaad. Prachtig stukje. Ja. Ja. Dus, en dat krijg je ook uiteraard mee in de nieuwsbrief, als wij die datum gaan releasen. Maar heel veel zin in ook. Dus, nou, dank voor het delen, Frank. Graag gedaan. Dank voor het kijken. Ja. En graag tot de volgende keer. Precies.